start is gevallen. Het begint met een aanrijding achter de auto. Eusebio en de Canizares Boko en Erwin Boko zitten allemaal vast. Uitgeschakeld nummer 6, galop nummer 6. En Erwin Boko is nu ook kansloos. Dat is ook Canizares Boko. Uitgeschakeld nummer 10, galop nummer 10. En het is één grote chaos. De eerste 300 meter koers in 2016 kunnen we gelijk vergeten, want het hoeft niet slechter te worden dan dit. Paarden gaan de rechte lijn overzijde in. Leiding is daar inmiddels in handen van de 4, Amalia Beemt. Amalia Beemt leidt op de tweede plek aan de buitenkant, gaat nu naar voren Blossom Energy en die gaat de leiding overnemen. Blossom Energy wordt de nieuwe leider, Amalia Beemt ligt tweede, daarachter Bichamon, die loopt bovenop Amalia Beemt. Gaat lekker in die eerste 500 meter en aan de buitenkant komt Tosca die niet vond. Robin Bakker is overal doorheen gezeld, die heeft geluk gehad en die is nu op weg naar voren, die is op weg naar de leider en die komt nu naast de leider. En zo gaat het uitgedunde peloton de linkerbocht in en neemt Toscanini Font nu over. Toscanini Font, tweede plek daarachter is dan voor Blossom Energy en de derde plaats voor Amalia Beemt. Vierde plek daarachter is Bichamon. De vijfde plaats volgt dan ook nog aangesloten Thomas Bos. Ook die heeft een schadevrije start gehad met Ever Forever WS. En daarachter de paarden die wat minder pech hebben gehad en die nu ook weer aan kunnen sluiten. Dat zijn er maar een paar, handjevol. En dat is aan de buitenkant Deposito, die ligt voorlaatste. En de laatste plaats in het peloton is voor Dap Prinsenhof. Andere paarden zijn allemaal kansloos geraakt door die aanrijding achter de startauto. En zo gaan we de laatste ronde in. Leiding in handen van Toscanini Font. Tweede plaats erachter voor Blossom Energy. Aan de buitenkant gaat Deposito nu naar voren. Dat heeft Vin voor Kijk ook gezien. Die ligt aan de relingzijde met Amalia Beem derde. Vierde aan de buitenkant Deposito. Vijfde aan de relingzijde is Bichamon. Zesde aan de relingzijde. Volgt dan Ever Forever WS. En zevende, nu zesde aan de buitenkant. Gaat mee naar voren op de rug van Deposito Dap Prinsenhof. Zo gaan de paarden de rechte lijn overzijde door. Daar kwamen ze onder andere Dion Tesselaar tegen. Die ziet dat zijn pupillen aardig in de koers liggen. En ze zijn inmiddels halverwege de rechte lijn overzijde. Leiding in handen van Toscanini Font. Deposito komt dichterbij, ligt nu tweede. Blossom Energy derde. Achter volgt Dap Prinsenhof als vierde. En zo gaan de paarden op weg naar de laatste bocht. Bakker lijkt nog wel wat in de handen te hebben. Dat zal ook nodig zijn, want Deposito kan aardig eindigen. Zou toch een stunt zijn als Luit de Vries straks de eerste winnaar van 2016 zou rijden. Hij ligt aardig in de buurt. Zo zijn de paarden inmiddels halverwege de Tjarda-bocht. En de leiding is in handen van Toscanini Font. De tweede plek aan de buitenkant Deposito. Daarachter aan de relingzijde volgt dan Blossom Energy. En zo komen de paarden in de laatste rechte lijn. Vanuit de start van het veld gaan ook nog een paar paarden het proberen. En zo zijn ze in de laatste rechte lijn. Met Toscanini Font. Daar komt de ruimte voor Blossom Energy. Blossom Energy komt er hard aan. Toscanini Font, Blossom Energy aan de buitenzijde. Toscanini Font gaat de eerste koers van 2016 winnen. Tweede plaats is voor Blossom Energy. En plaats 3 voor Deposito. Vierde is Amalia Beemt.